Bas, het is duidelijk wat jullie doen als MCS, wie jullie zijn. En dan wil jij het graag over een private platform, een private omgeving hebben. Kun je dat eens uitleggen? Ja, private LTE heet dat. Ja. Dat is eigenlijk net als een 4G-netwerk wat mensen buiten gewend zijn. Alleen dan helemaal voor jezelf. Dus het is voor jou als bedrijf helemaal op maat gemaakt in jouw bedrijfspand. Oké, dus even voor de duidelijkheid, dat iedereen begrijpt waar we het over hebben. Een openbaar netwerk zijn de KPN, de Vodafone, T-Mobiles. De T-Mobiles van deze wereld. En nu gaan we dus een privé netwerk bouwen. Ja, en we doen dat vooral voor bedrijven die communicatie in hun primaire proces hebben zitten. Dus die zijn afhankelijk van spraak en van data. En kunnen daarmee niet altijd vertrouwen op bijvoorbeeld een wifi-installatie, waar je tegenwoordig ook over kan bellen. Maar we weten van wifi dat daar zijn beperking in heeft. Er zitten vaak ook een heleboel andere gebruikers op. En het publiek netwerk werkt niet altijd in een pand binnen zo goed als dat ze dat eigenlijk zouden willen. Indoordekking is dan een veel gehoord probleem. Nou, wij bouwen dan een privéoplossing voor zo'n organisatie inpandig. Ja. Waarmee ze dus zelf kunnen controleren wie er op hun netwerk komen, wie de gebruikers zijn en welke applicaties daarop draaien. Ja, en daarnaast is het zo, tenminste dat heb ik zo begrepen, dat er heel veel data uit zo'n netwerk verzameld kan worden. Hè? En kun je daar eens voorbeelden van geven? Nou ja, het is net als bij een mobiele operator die natuurlijk zo'n groot netwerk helemaal in een land bouwt, bouwen wij het eigenlijk in het klein voor een organisatie. En we managen dat netwerk ook voor de klant. Dus je moet je voorstellen, als een klant zegt ik wil dat, dan gaan wij naar zo'n organisatie toe. Dan gaan we in het pand kijken en dan gaan we kijken hoeveel gebruikers zitten daar. We lopen met de facilitair manager een rondje door het pand, gaan meten en kijken dan hoeveel cellen er moeten komen in zo'n pand. Om het voor de gebruikers die daar zitten en voor de toepassing die ze gebruiken, de best mogelijke oplossing te bieden. Ja. Maken we dan een voorstel voor om dat te maken. En dan zorgt er ook voor dat die opstelling gewoon, en dat doen we samen met onze reseller, die dat uiteindelijk voor de klant netjes kan beheren, zorgt ervoor dat dat optimaal draait naar de wensen van de klant. Dus komt er een vleugeltje bij, komt er een celletje bij, gaat er een vleugeltje af, kan er ook weer een cel af. Komen er mensen bij, medewerkers bij, dan voeren we de capaciteit op. Ja, daar gaan we het zo nog even wat dieper over hebben. Want leg eens uit, een cel. Even Jan met de korte achternaam, die heeft zo'n bedrijf en die denkt, ik wil gewoon inbound, wil ik gewoon optimale bereikbaarheid, ik wil een stukje veiligheid, ik wil dus mijn eigen netwerk en die komen uit bij jullie. En heb jij het over cellen? Ja, dat is een antenne. Oké. Dus je gaat gewoon in het plafond en die wordt met een stekkertje verbonden met de server die wij ook plaatsen. Ja. En dan heb je je eigen privé netwerk. Dus het lijkt een beetje op dat vlak op wifi. Ja. Alleen bij wifi kun je wat minder makkelijk van de ene naar de andere cel lopen en je verbinding houden. Zeker als je bijvoorbeeld wilt bellen. Mm-hmm. En zeker als het wat sneller gaat. Hè, als je met een heftruckje van de ene naar de andere locatie rijdt. Ja. Nou, 4G heeft dat probleem helemaal niet. Want mensen zijn ook gewend op de snelweg gewoon met 120, straks 100 te rijden. En dan blijft de verbinding blijft ook gewoon in stand. Of je nou op Spotify zit of je bent aan het bellen. Ja. Die verbinding blijft. Nou, dat doen wij hetzelfde in een pand. Juist. Waarbij je gewoon heel makkelijk van de ene naar de andere plek loopt. Je hebt eigenlijk niet door dat je van cel verandert, maar jouw verbinding blijft gewoon. Ja. En dat kan een spraakverbinding zijn, maar dat kan ook een dataverbinding zijn. Helder. Dus hoe groter het pand, hoe meer cellen. Ja. Hoe meer mensen, hoe meer cellen. Want op een gegeven moment is zo'n celletje vol. Ja. En dan gebruikers. Ja. Dus je hebt bereik en je hebt capaciteit. Helder. En wij maken een oplossing voor beide. Je noemde zelf net al de heftruck. Dat is een stukje wat jullie ook faciliteren, voor transport met name. Vandaag kijken we mee met een zorginstelling waar jullie een oplossing voor hebben geboden. Kun je daar iets over zeggen? Ja, Stigo, een partner van ons, is ons toegekomen met een klant. Dat is de reseller, hè? Dat is de reseller in deze. En die zei, we hebben een zorginstelling en die heeft een uitdaging. Die wil een veilige, betrouwbare communicatie hebben buiten zeg maar, het bestaande wifi-netwerk wat ze hebben. Hebben jullie daar een oplossing voor? Nou, en daar zijn wij met hun samen aan de slag gegaan om daar een private LTE-oplossing voor te bouwen. Ja. We zijn hier bij locatie Bijnkershoek van organisatie Action Continu, een zorginstelling. En mijn rol daarbij is als projectleider binnen ICT, de ICT... Ja, zoveel mogelijk optimaliseren. We lopen echt achter wat dat betreft. We hebben een achterstand weg te werken. Is dat zo, ja? Ja, er zijn een aantal dingen die zijn gewoon zo oud, uit 2004 of zo, dekt systemen. Dus die staan op omvallen.
Dat kan en, echt niet meer. Dat kan echt niet meer. Ja. En daar zijn we nu aan het een slag aan het maken om te vernieuwen. Jij bent hier nu in ruim een jaar actief. Ja. Ik wil je geen heldenstatus op gaan spelden, maar samen met de andere partner. Hebben jullie wel een grote ramp qua wifi-oplossing hebben jullie voorkomen, hè? Ja. Leg ons even uit wat ik daarmee bedoel. Nou, toen ik hier binnenkwam was de renovatie van dit pand was al bezig. En was het idee om de bewoners van wifi te voorzien en het netwerk te gebruiken voor onze medewerkers. Ja. En dan één netwerk, maar dan wel dat de bewoners hun eigen KPN of Ziggo abonnement mee konden nemen. Dat zou dan gekoppeld worden aan ons netwerk. En het leek heel leuk, maar beheerstechnisch was het gewoon geen doel. Want op het moment dat mevrouw Jansen de wifi niet doet en ze belt naar KPN, dan zeggen die van wifi staat uit, we zullen het even aanzetten en vervolgens krijgen wij de interferentie en werkt het niet meer. Nee. Dus dat was eigenlijk de uitdaging. Het was eigenlijk allemaal bedacht toen ik binnenkwam. Alleen ik had zoiets van, dit moeten we niet willen. Dus je moest eigenlijk jouw voorganger een soort van, lijkt me niet makkelijk. Nee, dat was ook niet makkelijk. Nee. Ik heb ook wel contact met hem gezocht. Van, hoezo? Hoe had je dit bedacht? Ja, wat zei die? Hij had niet zozeer over het beheer nagedacht als wel de oplossing zelf. En het leek op zich ook een goede oplossing. Ja. Maar ja, je moet wel ook iets verder kijken naar de toekomst. En toen? Want wat heb je toen gedaan? Nou, toen heb ik gekeken van, wat willen we hier eigenlijk? Ja. We hebben dus gescheiden zorg en wonen. Dus dat betekent dat bewoners hebben hun eigen aansluiting. En wij moeten zorgen dat wij optimaal kunnen gebruik maken van een communicatieplatform wat goed werkt. Ja. Ik had al een keer ook gesproken met onze ICT-partner over, wat wil je nou voor je primaire proces aan netwerk hebben? Nou, dat is wifi eigenlijk niet het optimale. Nee. En ook omdat je hier natuurlijk met bewoners zit met wifi, gaat dat interfereren. Dus ik was al aan het kijken van wat hebben ze in het verleden op andere locaties gedaan. Nou, toen kwam private gsm aan bod. Maar dan heb je alleen maar een spraakplatform en geen data. Dus je zit nog steeds aan het wifi vast. Ja. En toen kwam eigenlijk private LTE als de oplossing. Germon, jullie zijn uiteindelijk de reseller geweest van het product van MCS. Ja. Wie zijn jullie, wat doen jullie? Want jullie hebben niet alleen de basis binnen de ICT, IT-vraagstukken, toch? Nee, wij zijn eigenlijk een totale installateur op het E-gebied en daarmee ook de totale oplossing met een sterke voorliefde voor de zorgmarkt. Ja. Ja. Wat was hier nou het probleem en waarvoor hebben jullie gekozen voor dat private platform als het ware? Ja, het private LTE, dat het een private platform werd, dat was duidelijk omdat we daarin binnen de kaders van de organisatie wilden werken. Er lag een plan, een adviesstuk voor een stuk wifi-integratie met heel veel verschillende wifi-bronnen die dan op een bepaalde manier met elkaar geïntegreerd moesten worden. Daar hadden we eigenlijk de keuze van of we krijgen een hele, heel zwaar beheer erop of we krijgen een hele slechte oplossing. Ja. En nou, daar zijn wij naar voren gestapt en hebben we de organisatie eigenlijk meegenomen om ook een adviesstuk richting het private LTE te maken. Ja. Maar hoe kwam je tot die oplossing? Hoe wist jij dat die oplossing bestond? Nou ja, je hebt een sterke voorliefde voor de zorgmarkt. Dus je moet je daar ook op oriënteren en moet ook zorgen dat je weet welke oplossingen er zijn. Dat is ook je verantwoordelijkheid als leverancier voor de zorgmarkt en als partner daarin. En dat is ook de rol die wij invullen voor onze klanten. Dat je juist daarin ook je kennis paraat hebt om een stuk advies te kunnen geven. En dan gaan jullie met jullie reseller mee op locatie? Of? Ja, we gaan met de reseller mee. In dit geval zijn we meegegaan, hebben we het pand bekeken, we zijn daar gaan meten. We hebben gezamenlijk overleg gepleegd over welke bewegingen zijn er nou van de gebruikers, waar zitten ze, hoe ziet de kantine eruit, hoe zien de huiskamers eruit. We zullen straks zien dat de zorginstelling ook ingericht is met allemaal huiskamertjes. Dus mensen hebben een eigen kamer, de bewoners, maar ze hebben daarnaast ook huiskamers. Ze hebben een kantine waar ze gezamenlijk eten. En daar hebben we een optimale opstelling voor gemaakt om ervoor te zorgen dat de zorgverleners altijd met elkaar kunnen communiceren, zowel spraak als data, in het hele pand. Nu had jij het geluk dat je al redelijke kennis had van de markt, hè, telecom, ja. ICT, dat heb je in een ver verleden eerder gedaan. Ja. Had je gelijk het idee van, oké, dit is de oplossing die ons uit de problemen gaat helpen? Of moest je nog wel ergens overtuigd worden? Nou, ik had wel redelijk het idee van, dit kan het wel eens zijn. Maar ik heb wel even verder gekeken van, wie kan daar ook in helpen om die beslissing te nemen en in ieder geval de pro's en cons door te nemen. Ja. Ja, want ik ben op een gegeven moment op zoek gegaan naar wie zijn private LTE leveranciers. Ja. En daar is MCS er eentje van natuurlijk, en er was nog een andere. Toen is een andere partij met MCS bij mij aan tafel gekomen. En die kwamen met een oplossing die waar ik nog niet zo goed gevoel bij had op dat moment.
En uiteindelijk door Sligo ben ik tot inkeer gekomen, zou ik maar zeggen. Ja. En had ik wel zoiets van, nee, dit klinkt goed. Het was uiteindelijk ook veel goedkoper dan de andere partij aanbood. Dus prijstechnisch was het goed. Het was een technische oplossing die voldeed aan mijn wensen. En uiteindelijk hebben we, gezien de tijddruk die er was, ook besloten om daar gewoon een pilot van te maken. Ja, eigenlijk was het wel vrij snel, ook in samenwerking met de organisatie zelf, met Peter zelf, was het vrij snel wel dat we deze richting op gingen. Omdat we daar alle kenmerken die we nodig hadden, die zitten in deze oplossing verweven. Noem eens de top 3 waardoor je tot deze oplossing kwam. De 3 noodzakelijke kwalificaties, competenties van het systeem. Weinig inferentie van andere bronnen, zeg maar. Waar je met wifi, met de verschillende bronnen heel veel interferentie hebt. Een goede en ook goed ontwikkelde spraakoplossing over het medium. Dus dat je niet een spraakoplossing over een platform werkbaar hebt gemaakt, maar dat gewoon vanaf dag 1 bij de ontwikkeling bedoeling was om de spraak over te doen. Ja, en de verdere integratiemogelijkheden, dus met video, met spraak, met data, alle zaken die daarbij horen, noem de term IoT en dat soort toekomst en huidige uitdagingen zijn er gewoon mee in te vullen. 5G proof, als het ware. Ja. Stukje veiligheid, kan dat ook nog? Security, we zijn hier in een zorginstelling. Nou ja, als er ergens een vergrootglas op ligt qua privacy, veiligheid, is dat het wel? Ja, nee, zeker. En dat wordt zeker meegenomen in de oplossing. En is ook een fijne manier om fijn verweven in de oplossing. Dat is niet heel specifiek een grote voordeel ten opzichte van de andere oplossingen, maar zeker wel een goede een goed punt om wat erin zit, zeg maar. Ja. Ja. En daarom is het vaak voor publieke netwerken ook zo lastig om indoordekking te garanderen. Hè? Dat is vaak best effort. Ja, want je weet natuurlijk niet hoeveel mensen er wel. Nee, en hoeveel capaciteit je dan in zo'n pand hebt. Hè? Wordt steeds lastiger met folies op de ramen. En de gebouwen worden natuurlijk steeds energievriendelijker. Maar betekent helaas ook dat de telefoonverbinding niet in het pand komt, maar daarbuiten blijft, dat die geblokkeerd wordt. Juist. Nou, en zo'n inpandige oplossing die wij dan bieden, zorgt ervoor dat spraak en data gewoon perfect veilig en betrouwbaar en gecontroleerd door de gebruiker zelf geregeld kan worden. Nou ja, omdat het een eigen netwerk is, een eigen server die gewoon op locatie staat, als er buiten wat gebeurt met een publiek netwerk, werkt dit netwerk gewoon door. Juist. Ja. Mooi. Ja, dus ja, je zou er bijna kunnen zeggen dat je er wel 3 of 4 9's aan kan hangen, zoals het in ICT-jargon heet. Het is eigenlijk de smartphone in de zorg, zoals dat op heel veel plekken wordt toegepast, maar dan over de private LTE-oplossing, dus over de communicatievorm die het hier op een vele betere en stabielere manier de verbinding mogelijk maken. Ja, even, we gaan hem even voor de duidelijkheid. Dit is geen privételefoon waarmee je naar buiten kunt. Dit is een telefoon die hier blijft. Ja, in dit geval wel. Ja, die hangen achter jou in het oplaadrek. Ja. Men komt hier binnen voor de dienst. Ja. En pakt dan zo'n toestel. Ja. Ja, hier is gekozen voor de toestellen die geënt zijn op een bepaalde dienst. Dus ze weten van tevoren, de verzorgende, van dit toestel heb ik nodig. Ja. Deze dienst ga ik draaien, dit toestel heb ik nodig. En deze pak ik mee. En we zetten hem aan, we ontgrendelen hem. En je kan daarmee je dienst gaan draaien. Waar staat de valkuilen nog, die dan uiteindelijk getackled zijn? Je zit natuurlijk met iets wat nieuw is, zeker binnen onze organisatie. Dus er was een angst van, hoe zit het dan met wat we nu allemaal op wifi hebben draaien? Gaat dat straks ook op private LTE lopen? Ja. Dus dat was een angst die er was, van gaat het allemaal wel werken? Ja, zoveel data, zoveel dingen. Ja, en ook gaan we de tijd die we nog hebben, gaan we het redden. Dus er waren wel een paar spannende dingen bij. Ja. Maar dat is allemaal... Het is allemaal in ieder geval op tijd opgeleverd, dus dat was heel mooi. En het werkt naar tevredenheid van iedereen. Ja, nu heb ik begrepen dat jullie inmiddels bezig zijn met de uitrol over de andere vestigingen van jullie groep. Klopt. Ja, dat is natuurlijk niet omdat het niet werkt. Nee, absoluut niet. Nee. Nee.